Ben je er klaar voor om ingemaakt te worden? Kom dan! Ik kan je alleen ergens zien, waar ben je? Alex, ik zie jou. Hier, bam, 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 bam. Ik zie jou. Okay, ik ga granaten op jou gooien. Auw! Ik heb je geraakt! Auw, 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 auw. Ik ga granaten op jou gooien. Alex, ik ga de andere kant op. Je kan hier dus blijkbaar met allemaal wapens gaan schieten op niks elkaar. Niks op mij gooien, Alex. Nee, waar ben je nou? Ik kan je helemaal niet zien, hoor. Over andere wapens gesproken. Ik pak mijn pistool erbij. Bim! Wow! Oh, ik heb je geraakt. Mijn wapen is veel sterker dan jouw wapen. Alex, ik ben bijna dood. Ik wil dit niet. Oh nee, ik ben ook bijna dood. Ik ben echt bijna dood. Nee, je hebt ik heb nog maar één hartje. Waar ben je? Ik heb ook nog maar één hartje. Waar ben je? Kom aan, kom aan. Hey! Oh, gewonnen! Makkelijk. Het is tijd voor ronde 2. Ik ga je sowieso terugpakken. Jij was kom er dan zo bijna aangegaan, hè? Kom dan, waar ben je? Auw! Oeh, ja, zie ik. Heb je aardig hard geraakt, volgens mij. Alex, niet, hè? Alex, dit doet pijn. Ik ben in Fortnite al slecht, dus gaan we nou niet hier ook nog eens proberen te killen. Maar ik moet de beste Roblox. Oh, nee. Kom je nou van de zijkant ineens? Oh, nee, dat is niet de bedoeling. Ik kan nergens schuilen. Ik heb een kill en Jesse die is dood. In Roblox dan natuurlijk. Maar ik ga jou nu killen, want ik ben veel beter. Dat is zo niet waar, Jesse. Het staat 1-1 en de winnaar moet... Ik ga granaten gooien. Het ander trakteren op Robux. Ik wil kipnuggets. Jij moet mij trakteren op kipnuggets als ik weer... Oké, jij moet mij trakteren op Robux dan, zodat ik nieuwe spulletjes voor mijn skin kan halen. Nee, dat ga ik niet doen. Ik zie jou. Ik zie jou. Wow. Alex, kom dan. Kom dan. Wat is dit? Wat gaat dit doen als ik dit hier zo neerzet? Oh, dit zijn mijn vuisten. Wat ben je aan het doen? Wat kan je met vuisten? We kunnen ook gewoon een keer... Nou ja, met vuisten kan je slaan. Dat kunnen we ook een keer doen. Gaan we slaan. Kom dan. Nou ja, ik ben nu al bijna dood. Ik heb mijn vuisten eruit. Oké, dan pak ik alleen mijn pistool. Dan is het weer een beetje eerlijk. Want ik ben natuurlijk veel beter. Auw. Headshot. Ik pak toch maar mijn andere geweer. Alex, ik spring de lucht in. Ik spring de lucht in. Het is een springkasteel. Nee. Je hebt me vanuit de lucht beschoten. Alex, het is een springkasteel. Dus we kunnen gewoon springen en vliegen. Ja, dat was ik helemaal vergeten. Een wedstrijd met vuisten doen. Kom dan, als je durft. Ik ben er helemaal klaar voor. Waar ben jij dan? Ik ben in het midden aan het springen. Oh, springkussengevecht. Hoe raak je mij nou weer? Kom dan, waar Alex. Ben ik ben hier. Kom dan, als je durft. Kom hier, Jesse. Ik ga je slaan op je neus. Ik lig in het water. Waar ben je? Alex, jij bent een valsspeler. Hoe doe je dit nou weer? Ik ben helemaal geen valsspeler. Ik heb helemaal geen wapens gebruikt. Maar we mogen nu wel weer onze wapens gebruiken. Hoe ga ik dit slim aanpakken om jou te pakken? Nou ja, hoe ga ik het slim aanpakken? Ik bedoel, kan ik hier... Oh, wow. Wow. Als je in het water zit, kun je gewoon stuiteren. Boing. Dat wist ik niet. Nee. Oh my, Jesse. Oké, dat was misschien niet heel slim. Oh, ik heb een headshot geraakt. Alles is zo bruis. Watergevecht. Het staat weer 3-2. Ik ben weer dood gegaan. Alex, tot hoeveel gaat het eigenlijk? Weet jij dat? Volgens mij tot de 5. Tot de 5? Dan ga ik dit winnen. Waar ben je? Kom dan. Oh, dat daar ben je. Zo niet waar, Jesse. Je gaat dit niet winnen voor Keihard mij. Keihard geraakt. Waar ben je, Alex? Ik ga weer lekker springen. Ik ga ben hier achter. Ik gooi een granaat op je. Kijk uit. Granaat komt eraan. Weet je wat? Hier, vangen! Ik kan maar één keer een granaat. Oh! Je hebt me bijna geraakt met die granaat. Ik ben hierboven. Die was in de buurt, hè? Ik kan niet goed schieten als ik hier stilsta. Ik heb je ook wel één keer geraakt in de lucht daar zo. Oh, Alex, nee. Ik schiet alles mis. Alex, ik schiet alles mis. Laat me met rust. Het is ook niet de bedoeling dat ik alles mis ga schieten hier zo. Ik ga je slaan! Die was raak! Nee! Alex, ik wou je slaan. Jesse, die is dood. Ik doe take the hell op jou. Die verdien je ook lekker. Nee, geen take the hell doen. Dat mag niet. Ik ga sowieso alle Robux winnen van ons gevecht hierna. Nee, ik ga kipnuggets winnen. Hier, bam, 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 bam. Zie je? Nee. Waarom heb jij zo'n goede aim? Jij kan zo goed richten met een pistool. En dat komt doordat ik ook veel Fortnite speel. Dus ik ben dit gewend. Ik weet hoe je moet schieten. Ja, dat is waar ook. In Minecraft leer je alleen maar schieten met een pijlenboog. Hier, zie je? Oh, nee. Oh, je hebt me bijna. Jesse, laat me met rust. Je hebt me bijna. Je hebt me bijna dood. Dat is niet de bedoeling. Waar ben jij? Je bent daarboven. Alex, hoeveel levens heb jij nog? Dat wil ik eigenlijk niet zeggen.
Nee, dat zou ik ook niet zeggen. Waarschijnlijk omdat je nog maar één leven hebt. Oh, ik had inderdaad nog maar één leven. Ik ook. Ik moest nog maar één kogel hebben. En daarom is dit weer een punt voor Jesse. En als ik deze ronde win, dan heb ik het potje gewonnen, Alex. En dan krijg ik van jou kipnuggets. Dus dit gaat spannend Jesse, worden. Jesse, pas maar op. Ik gooi allemaal granaten. Geen granaten gooien. Dat mag niet. Hoezo mag dat niet? Tuurlijk mag dat wel. Ik mag alles gebruiken wat ik bij me heb. Waarom ben je in het water aan het springen? Zodat ik op jou kan maaien. Ik was afgeleid door die granaten van jou. Ik schiet echt alles mis. Oh nee, ik moet nog maar één kogel. Dan ben ik dood. Ja! Nee! Je ziet, het staat 4-4. Wat betekent dat we nog maar één kogel nodig hebben voor de sudden death. Of nou ja, nog maar één leven hebben allebei. Alex, dit is het spannendste potje ooit. En dat alles voor Robux en Kip Nuggets. Waarom loop je de hele tijd daarheen? Degene die dit wint, die van een ander. Dat is helemaal niet waar. Ik krijg niet de hele tijd hierheen. Hoezo echt wel? Door? Ik heb jou echt keihard geraakt. Ik ga dit hoezo winnen. Heb jij mij de hele tijd door met waar ik heen ga? Oh ja, en nu ga je weer de andere kant op. Hier. Dat is zo niet waar, Jesse. Je liegt. Ik zie jou. Ik ga dit winnen, want jij bent al een paar keer geraakt. Waar ben je? Je bent daarboven. Op, geen granaat op mij gooien, Alex. Want ik gooi er gewoon eentje terug naar jou. Nee. Die komt heel erg in de buurt. Heb ik je geraakt? Nee, toevallig niet. Oh nee! Ah, ja. Oh, je hebt me bijna, Waar ben je? Dit wordt spannend! Waar ben je? Ja! Nee, ik moet laden! Oh nee! Alex, ik moest laden! Ja! Nee! Je had me bijna! En ik ben de absolute winnaar! Yeah. Oh, dat betekent dat Jesse's Robux... Oh, je krijgt geen Robux, je krijgt wel kipnuggets, ja. Kipnuggets! Alex, 2-2. Tegen een banaan en tegen iemand die lijkt op het hoofd van cheese strings. Alex, dit gaat moeilijk worden, want hij is level 7 en die andere level 12. En wij zijn letterlijk level 3 en 2. Hoe gaan we dit nou weer doen? Waar zijn ze? Ik denk dat ze hier beneden ergens zullen zijn. Oh, daar de overkant! Ik zie er ook een! Schieten! Ik heb hem heel vaak geraakt. Iemand zit hier heel dichtbij. Iemand zit hier heel dichtbij. Laten we achter daar naartoe gaan. Ik heb er één! Lekker, Jesse! Ik heb iemand... Hij zat achter jou. Je moet wel opletten. Alex, je moet wel opletten. Oh, hij loopt hier! Pak hem! Hij is hier! Ja! Ja, we zijn er mee! Dit is echt veel te makkelijk. Oeh, we zijn hier zo goed in. Dat betekent dat wij nu één punt hebben, omdat we ze allebei hebben vermoord zonder zelf dood te gaan. Oké, Alex, kom op. We moeten dit winnen, want dan krijgen we van hun kinderen. Dat er hoger level zijn dan dat wij zijn, hè? Ze zijn veel hoger level. Maar laten we bij elkaar blijven. Ik denk dat we op die manier het beste kunnen schieten. Achter ons! Waarom zie je die? Ik zie hem inderdaad. Ze lopen allemaal achter ons. Ik heb er één. Ik heb er ook één. Hebben we dan al gewonnen? Dat kan niet. Huh? Wacht eens even. Oh. Die apenbanaan! Oh, Alex, heeft jou niet? Ik ben gekild door de apenbanaan. Oh, nee. Ik ben nu met de aap aan het vechten. De aap, ga je killen. Je moet het met twee doen. Alex, dit is veel te makkelijk. Wij zijn zo goed. Wij zijn supergoed. En iedereen gaat verliezen, want wij zijn supergoed. Maar we moeten uitkijken. Want ze komen de hele tijd achter ons. Huh? Wacht eens even. We hebben gewonnen! Ze durven niet meer. Omdat ze bang zijn voor ons geweldige team dat we zijn. We zijn eraan gekomen in het waterpark en deze keer zijn we wel samen. Level 30 en level 14, dit gaan we 100% verliezen. Kijk, daar links, daar links, daar links, daar links, daar links. Ik heb nog Mike. Hé, iemand is dood, Goed zo. Oké, die van level 30, die hebben we. Nu moeten we die andere pakken. Waar is hij? Oké, maar ik heb wel hele lage healing, hè. Alex, hij is verstopt aan het spelen. Hij zit in het midden! Ik gooi granaat! Oké, goed zo. Oh nee, hij ligt daar. Ik ga omlopen. Dan kunnen we van twee kanten beschieten. Oké, ik leid hem hier af, ja? Oké, ik heb hem een paar keer beschoten. Jij moet uitkijken, want jij bent al bijna dood. Dat is inderdaad waar. Ik ga hem pakken! Hij zit daar, ik heb hem geraakt! Goed zo, Alex! Oké, dat betekent dat we de eerste ronde weer hebben gewonnen. En dat terwijl zij weer een veel hoger level zijn dan dat wij zijn. We werken echt goed samen, Jesse. Wij zijn gewoon een supergoed team. Oké, jij naar rechts, ik naar links. Oké, is goed. Wat is links? Oké, de andere kant op. Ze komen allebei door het midden. Dat is perfect, want wij Alex, gaan er nu omheen. Ze komen allebei vast in het midden. Ze komen allebei bij mij af. Ik ben dood. Hij gaat me pakken. Nee, niet dood gaan, Jesse. Ik heb hem al één keer geraakt. Hij gaat me pakken! Ik heb hem! Ik heb één in de lucht geraakt. Ik moet even reloaden. Ik kan hem ook pakken. Hij is low. Dit heb je, Alex. Ik heb nog maar één kogel nodig en dan ben ik er niet meer. Je moet hem killen. Heb je hem? Let's go! Dit was zo'n goede tactiek, want ze hadden zo niet door dat wij achter ze stonden. Laten we door het midden gewoon keihard redden! Oké, weet je het zeker? Ja, ik weet het zeker! Daar gaan we! Oké, want zij gaan nu allebei naar de zijkant. Ze gaan onze vorige tactiek afnemen. Oké, dat was misschien niet heel erg slim om te doen. Ik heb er al één!
Alex, die linker is bijna dood. Oké, ik heb deze bijna. Okay. Ik ga erachteraan, Jesse. De linker is dood. Ik heb een pistool in mijn hand. Ik schiet met een pistool. Kom op, gewonnen. We staan letterlijk 3-0 op z'n voor. Het is helemaal niet spannend. En dat terwijl hij level 30 is en level 14 is. Dit is veel te makkelijk. We zijn hier gewoon veel beter in. Laten we nog een granaatje door het midden gooien. Door het midden. Ik heb er gewoon alweer één. Dit is veel te makkelijk. Oké, daar is er nog één. Daar is de laatste. Pak hem. Hoppa. Maaien. Ik ga erop af. Yes, we hebben hem. Goed zo, Alex. We hoeven letterlijk nog maar één keer te winnen. Wacht eens even. En dan zijn ze dood. Waarom is dit zo makkelijk? Dit is echt veel te leuk op deze manier. Oké, we gaan ze weer pakken. We zijn eindelijk gewoon een keertje goed in een spelletje. Ik heb er gewoon alweer één gekild, Alex. Het is echt veel te makkelijk. Ik sta achter hem. Wacht eens even, ik ga hem gewoon om mijn vijf pakken. Ik ga hem slaan. Ik wil hem ook slaan. Hier, kom hem slaan. Alex, box. Ik heb hem met mijn vuisten geslagen. Dit was echt weer veel te makkelijk. Wij zijn de winnaars. Beste team ooit. Alex, de ultieme finale. Wie dit wint, is de beste van ons allebei. We zijn nu met z'n tweeën weer in een ander team en we vechten tegen elkaar. Deze map is alleen een stuk moeilijker, deze wereld. Want je kan elkaar een stuk moeilijker vinden. Hoe kom jij weer op het dak terecht? Hoe heb je dat dan weer gedaan? Hoe heb je dat gedaan? Ik heb de high ground. Ik heb Jesse echt al heel goed geraakt nu. Hoe heb je dat gedaan? Hey Jesse, vind je het niet een leuke idee om even te komen? Vanuit het raam. Wat is jouw leuke idee? Ik wist niet dat je daar kon zitten. Dat is echt een hele goede plek. Wat is jouw leuke idee? Wat was jouw idee? Alex, ik zit hier bij de raam. Ja, ik zie je wel. Oh nee! Oh, ik heb echt nog maar één mini-leven. Roblox Rivals is zo lastig. Ik vind het wel heel erg leuk. Want jij kan blijkbaar echt heel goed schieten. Het lijkt een beetje op Fortnite. Ik ben natuurlijk een Fortnite pro. Blaas je nou letterlijk jezelf op? Ja, dat was niet heel erg slim. Oké, hoe ga ik dit aanpakken dat ik Alex alsnog kan pakken? Alex, ik heb geen flauw idee hoe ik dat ga doen. Jesse, waar ben je? Ik ben jou kwijt. Het lijkt op verstoppertje dit. Ja, misschien dat je gewoon heel eventjes buiten bij die vrachtwagen moet kijken. Waar is een vrachtwagen? Boven je! Alex, je lijf Ik stond de hele tijd op dit dak. Ik was je gewoon even in de maling aan het nemen. Het staat nu namelijk 1-1. We houden het spannend. En we gaan tot de ik ben in het water gevallen. Je bent in het water gevallen? Ja. Bedankt voor de tip. Dan weet ik precies waar je... Je bent dood? Ja, ik ben in het water gevallen. Ben je nou letterlijk verdronken? Ja, ik dacht dat ik kon zwemmen. Je bent ook zo'n oenemeloen. Je weet toch wel dat je je spatje diploma nooit hebt gehaald vroeger? Dat weet ik. Maar net kon ik wel zwemmen. Ik snap er helemaal niks meer van. Op een dag! Ga je me nou mijn Op een dag! Jij bent bijna dood. Kom dan. Dat is helemaal niet waar. Jawel. Maar hoezo stel je mijn tactiek van op het dak zitten? Jij bent bijna dood en ik zit nu weer op een ander dak. Ik zit namelijk hier. Ik kan jou helemaal niet zien. Dit was veel te makkelijk. Dit was zo oneerlijk. Alex, ik ben veel te goed in schietspelletjes. Ik ben veel te veel Fortnite uit spelen. Oh ja, volgens mij ben je toch net echt in het water gevallen. Noob dat je bent. Ja, maar dat was gewoon eventjes pech. Oké, daar kan ik ook niet zoveel aan doen. Hier, zijn we weer. Ik zie je wel hoor. Au. Maaien. Nee, ik moet nog maar één kogel. Ik moest nog maar één kogel. Oké, Jesse, niet meer op de daken. Laten we dat afspreken. Oké, maar durf je nog wel tegen mij of niet? Ik zit nu niet op een dak. Ik durf zeer zeker tegen jou. Waar ben jij? Ik kan maar een beetje buiten sluiten. En de containers, mag dat wel? Ik ga mijn pistool pakken, anders vind ik het zielig. Ik ga alleen maar mijn pistool. Ik heb ook een pistool in mijn hand. Waar ben jij? Ben je verstoppertje aan het spelen of zo? Ik ben jou aan het zoeken. Ik ben jou ook aan het zoeken. Nee. Dit is niet de bedoeling. Dit is niet de bedoeling, Alex. Even laden. Jesse! Oh nee, ik ben bijna dood. Jim, waarom? Wat doe jij daar boven? Wat doe jij daar boven, Alex? Nee! Ik heb Jesse weer, want Jesse is een noob. Ik ga weer mijn grote pistool erbij pakken, want anders kan ik helemaal niks. Nee, ja, doe dat maar inderdaad, weet je. Ik hou mijn pistool wel gewoon in mijn handen, mijn kleine. Ik begin met de granaat gooien en hopelijk pak ik jou... Oh, jij staat daar boven! Nee. Waar ben je? Jij bent hier. Ik moet laden. Dit telt niet. Oh nee. Dit telt niet. Alex, ik moest laden. Je moet me wel laten laden. Waar ben je? Ben je daar? Ik zie jou. Ik schiet gewoon die ton kapot en dan hopelijk raak ik jou met die ton. Ik hoop niet dat dat gebeurt. Waar ben jij? Ik weet het niet. Ik weet dat je hierheen ging, Jesse. Oh nee. Het staat nu
4-3. Wat betekent dat als ik jou nu kill, dat ik voor altijd heb gewonnen en dat ik beter ben dan dat jij bent. Maar het is oneerlijk dat ik elk potje win en dan nu opeens heb jij gewonnen. Dat telt niet. Oh, ik ben zo goed aan het worden in dit schietspelletje. Jij bent helemaal niet goed geworden in het schietspelletje. Nou ja, daar lijkt het wel op, want jij bent net echt in het water gevallen. Sorry Jesse, ik blijf het aanhouden. Alex, ren eens niet de hele tijd weg. Ik ren al de hele tijd achter je aan en nu ben ik je kwijt. Je rent achter mij aan? Ja, maar nu ben ik... Daar ben je. Nee. Ik ben bijna dood, ik ben bijna dood. Nee! Dit is echt het spannendste potje ooit. Het staat 4-4, sudden death. Wat betekent dat degene die nu een kill maakt, heeft gewonnen. En dan moeten we besluiten met vuisten, vind ik. Oké, dat vind ik een heel goed idee, Jesse. Ik heb mijn vuist in mijn hand. Gevecht. Waar ben jij, Alex? Waar ben jij, is de vraag. Ik zit achter jou. Ik ben hier beneden. Hier komen, Jesse! Oh, jij bent veel beter met vuisten. Ik heb gewonnen. En dat betekent dat ik de opperkoning ben in Roblox Rivals. En dit was de video. Klik even hier om een andere video te zien. Dan wil je zeker niet missen. En ze gaan weg in 3, 2, 1.